Back to normal. Leerlingen van het Oranje Nassau College gaan weer gewoon naar de lessen. Dat is gisteren wel anders. De school wordt afgezet en iedere leerling wordt gefouilleerd voor hij naar huis mag. Een enerverende dag, maar niet meer dan dat. Ja, iedereen was ook wel een beetje het lachertje vandaag van degene die helemaal zaten te shaken van wat er gisteren allemaal aan de hand waren. Maar voor de rest, het was gewoon een normale schooldag. Het ging gewoon weer normaal rustig door, leraren weer, lessen gingen weer gewoon aan. Dus het is gewoon weer een normale schooldag en verder niks aan de hand ofzo. Maak je je nog zorgen? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, valt wel mee. Er wordt gezegd dat een docent de melding van het vuurwapen heeft gedaan. Maar volgens de directeur van het Oranje Nassau College is de melding gekomen van buiten, uit de omgeving van de school. Of het buurtbewoners zijn, weet ik ook niet. Daar ga ik ook niet over. Daar heb ik verder ook geen mededeling over gekregen. Maar het was in ieder geval buiten de school. Daarom verbaast hij zich erover dat juist de school centraal is komen te staan in de politieactie. Die door de grote inzet erg ingrijpend is voor de leerlingen en de school. Vooral door het fouilleren van alle leerlingen. Ja, maar dat schijnt bij het protocol dat de politie hanteert te behoren. En daar heb ik wel een mening over, maar die laat ik maar even achterwege. Maar die kunnen we wel raden. Ja, ik denk dat lichaamstaal genoeg zegt. Volgens de burgemeester van Zoetermeer, Charlie Abtroot, is de politieinzet wel degelijk terecht geweest. Hij stelt dat bij zulke serieuze meldingen er geen enkel risico genomen kan worden. En of de melding nou van binnen of van buiten de school is gekomen, daarover kan de politie nog geen uitsluitsel geven, want dat is nog onderdeel van onderzoek.